Mijn naam is Ronald Giphart. Ik ben schrijver van romans. Maar onlangs heb ik een boek over wetenschap geschreven, Mismatch. Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude brein. Waaraan zie je dat we in wezen nog steeds oermensen zijn? We hebben 2 miljoen jaar lang over de savanne gezworven, in groepen van 150. En de afgelopen 12.000 jaar is dat veranderd omdat er landbouw kwam. Maar die 2 miljoen jaar lang, die zit nog steeds in al onze genen. En het zit nog steeds in hoe we ons gedragen als we iemand tegenkomen. Dat zit in gewoon biologische factoren, wat we ruiken, wat we proeven. Dat zit in onze voorkeur als het om leiders gaat, als het om liefde gaat, als het om eten gaat, heel erg. Wel, niemand die in de oertijd leefde, die kende chips of raiders. Terwijl wij zijn ermee opgevoed. Nou, waarin je ziet dat wij nog steeds oermensen zijn, is dat we ons gedragen als mensen in een culturele tijd, terwijl we een biologische achtergrond hebben. Welke problemen levert dat op? Al onze kleren zorgen voor problemen. Al onze notatiesystemen, ons opschrijven van dingen, dyslexie. De fout die nu vaak gemaakt wordt is dat heel veel prikkels die we krijgen nep prikkels zijn. Als ik lekkere snoepjes van M&M's krijg met allemaal vrolijke kleurtjes, dan mijn hersenen denken, oeh, vrolijke kleurtjes, daar moet ik van eten. Als je kinderen bijvoorbeeld alleen maar blauwe M&M's geeft of groene M&M's, dan eten ze daar weinig van. Of een beetje, maar ze nemen 1 handje en dan stoppen ze. Maar geven ze een bak met allemaal gekleurde M&M's, groen, rood, blauw, geel, alles om elkaar heen, dan krijgen ze allemaal prikkels. Prikkels die in de oertijd betekenen van, hey, heel veel verschillende kleurtjes, dat betekent heel veel verschillende voedsel, dat betekent heel veel verschillende vitamine, dus lekker van eten. En dan eten ze te veel. Wat kunnen we daar het beste tegen doen? Er zijn verschillende manieren hoe je je honderden vormen van mismatch, hoe je die kan opheffen. De eerste manier is gewoon helemaal niks doen. En wachten tot de evolutie zelf het overneemt. En mensen die graag heel veel chips eten en uitdijen, die gaan al vanzelf uit de genenpool. Dat kunnen we doen. Maar ja, dat is een beetje vervelend als het om jezelf gaat of om je kinderen of om je nageslag gaat. Dus wat we kunnen doen is heel goed nadenken over de fouten die we maken. We hebben een fout gemaakt bijvoorbeeld met roken. Roken is ongelooflijk slecht voor je gezondheid. Je libido neemt er vanaf, je krijgt er alle vormen van kanker van en alle verschrikkelijke vormen van ziekte. Het is niet goed om te roken. Dan kan je zeggen van, nou ja, laat de rokers lekker roken en dan sterven ze vanzelf wel uit. Of je kan als overheid zeggen, nee, wij gaan er alles aan doen om dat roken tegen te gaan. Er mag in cafés en restaurants niet meer gerookt worden. Dan zie je dus dat het aantal mensen wat niet meer gaat roken afneemt en een aantal doden afneemt. We kunnen gordels invoeren, autogordels. Vroeger reden we in auto's zonder gordel en als er dan geremd werd, knalde die op je voorruit en dan was je dood. Dat is toch een beetje jammer. Dan zei de overheid, iedereen moet een autogordel om. Dat heeft heel erg veel overlevenden opgeleverd. Lopen hier mensen rond die wel eens een auto-ongeluk gehad hebben en die nog in leven zijn omdat de overheid zei, doe een gordel om. Overheidsregulatie zou bijvoorbeeld ook in de voedselindustrie heel goed zijn. Dat je fabrikanten verplicht om niet meer een combinatie suiker, zoet en zout te doen, wat echt dodelijk is voor onze volksgezondheid. We moeten heel goed rekening houden met dat het niet onszelf treft, maar ook onze planeet. Wat wij als mensen met de aarde aan het doen zijn, met onze plastic zoek, met onze vervuiling, met onze CO2-uitstoot, het is echt op de lange termijn verschrikkelijk. De oermens leefde met 150 man en dit was zijn omgeving en verder keek hij niet. En er was wel vervuiling, maar ja, dat ging over dit gebied. Wij zijn nu de aarde aan het vervuilen op een schaal die niet te geloven is. En er moet iets tegen gedaan worden.